Er waren 33 vrijwilligersdiensten aangemeld in Gemert-Bakel voor vrijdag en zaterdag met NL Doet. Vrijdag en zaterdag werd er dan ook veel werk verzet in de 7 kernen van de gemeente Gemert-Bakel. Burgemeester en wethouders lieten zich ook van de beste kant zien en staken de handen flink uit de mouwen. In Handel was zelfs het initiatief ontstaan onder het motto Heel Handel Doet. Op veel plaatsen waren de inwoners actief, zoals bij de speeltuin, bij het openluchttheater, de tennisclub, speeltuin op de Boskant en op de Rooische Plas. In de Blon werd met 120 vrijwilligers de lunch gebruikt, aangeboden door de Rabobank Peel Noord. In Gemert werd speeltuin de Wiekenspeel klaargemaakt. Begin januari hebben wij de pech gehad dat er de voorjaarsstorm een bom omging. En die is op ons een van de kostbaarste toestellen gevallen. Ze maakten de Verloestraat versieringen voor het 60-jarig jubileum. De speelplaats in tuin van de Jenaplanschool werd opgeknapt. En de ripsoeper maakte de speelvelden in orde. De Donklaar in Elgendorp kreeg een schoonmaakbeurt en in de Mortel werd de kantine van de tennisclub opgeknapt. In Bakel waren diverse initiatieven waar ook op tal van plekken flink werd gewerkt, zoals bij Fuse, Museum Bospark, De Hilt en het IVN. In Milhezen maakten Aldaloeve poppen voor een optocht en werden speelvelden gerenoveerd. Vanmiddag nog een prettige voortzetting en om 4:00 voor degenen die nog tijd hebben en zin hebben bij de tennisclub. Bordmiddels. Dankjewel. Nou, we zijn bij NL Doet, bij GHSV, bij de Gemertse Honk en Softbalvereniging. En wij zitten met een grote vereniging van 60, 70 leden. We zijn groeiende. En het doet me deugd dat bijna alle leden doen mee met de NL Doedag bij ons.